Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag hebben we te maken met vrij veel bewolking, maar ook zonnige momenten. Zeker in de tweede helft van de middag breekt de zon vanuit het westen vaker door. De witte wolkenplukken die we vooral boven de oostelijke helft van het land zien, dat zijn een aantal buien. Die kunnen we ook nog zien op de regenradar. Dit is het beeld van twee uur vanmiddag. De meeste buien hebben ons land inmiddels al wel verlaten, maar vooral in het noorden komen nog wel een paar exemplaren voor. Verder is het vanmiddag best aangenaam weer. De temperatuur ligt zo tussen de 20 en 22 graden. Dat zijn eigenlijk hele normale waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond is het overal droog en dan klaart het breed op. De temperatuur daalt naar zo'n 18 graden halverwege de avond. En de wind neemt af naar overwegend matig kracht 3 of 4 uit westelijke richtingen. Komende nacht zaten er in het binnenland weinig wind. Verder zijn de eerst overal flinke opklaringen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 15 tot 12 graden. Later in de nacht komt er meer bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. Morgenochtend hebben we dan ook overal vrij veel bewolking en in het noorden kunnen een paar lichte regenbuien overtrekken, maar er zijn ook veel plaatsen waar het gewoon droog blijft. In het zuiden blijft het sowieso overal droog en daar schijnt ook al wat vaker de zon. In de middag zal overal de zon vaker gaan schijnen en dan wordt het zo'n 21 tot 23 graden bij een veelal wind uit westelijke richting. De dagen daarna. De zondag ziet er echt heel fraai uit. Flinke zonnige periode. Blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt 23 tot plaatselijk zelfs 26 graden. Maar het wel een vrij stevige en vlagerige Zuidwestenwind. Op maandag ook nog wel een redelijke dag. Middagtemperatuur een graad of 22. Wel een aantal buien verspreid in het land. En later in de middag en avond raakt het grotendeels bewolkt. En nemen de buien verder toe. Nog steeds ook wel een vrij stevige Zuidwestenwind. Op dinsdag dan gaan we richting koel en onbest Stendig herfst, zomerweer, middagtemperatuur een graad of 18... en een westen- tot noordwestwind die aan zee soms vrij krachtig is. En kijken we dan nog wat verder vooruit... dan zien we ook die daling in de temperatuur na de zondag. In de loop van volgende week een middagtemperatuur... die duidelijk onder de 20 graden blijft. En dat is toch echt koel cool voor de tijd van het jaar. Pas richting het volgende week -einde zien we dat de temperatuur langzaam weer wat omhoog gaat. En misschien dat dan in de loop van de week daarna de temperatuur weer eens... In in de buurt van de 25 graden kan uitkomen. Ik ben Ben Langkamp van Beerplaza.nl